Aloysius Spolsing Kunchbihari is gisteravond gepromoveerd aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Adekus. Het onderzoek van de promovendus maakt deel uit van een onderzoek- en onderzoekstrainingportfolio. Het onderzoekstraject Miki Tamara, Moeder en Kindgezondheid in de Toekomst, is een milieu-epidemiologische cohortstudie onder 12 zwangere vrouwen en hun kinderen in Suriname. De studie onderzoekt de blootstelling aan chemicaliën, neurotoxische stoffen en niet-chemische stressoren op geboorteuitkomsten en de neurologische ontwikkelingen bij het kind. Polsing Kunchbihari gaat in op de resultaten van zijn onderzoek. Stress en depressie worden gemeten door een questionnaire, lood wordt gemeten door bloedafname en neurologische ontwikkeling bij de kinderen wordt gemeten door de test die we noemen. Het is een internationale test, een Bailey-test, waarbij we met kinderen op speelse manier wat opdrachten geven en dan een score plaatsen daarachter. En dit hebben we gedaan bij 363 kinderen. Wat zien we? Wat zien we weer? De resultaten. Hoge stress bij 25% kan je zeggen, van de zwangeren in Paramaribo en Wanica. Mogelijke depressie 12% en hoge lood is 11%. Hoge lood betekent, ik heb genomen, de afkapwaarde, de internationale afkapwaarde is 3,5 microgram per deciliter. Dat is internationaal aanvaardbaar, dus we hebben genomen boven dat, noemen we hoge lood. Het onderzoek van de promovendus is uitgevoerd binnen het kader van een samenwerking tussen Adekus en twee buitenlandse universiteiten. Het is gefinancierd door het Nationaal Instituut voor Gezondheid van de Verenigde Staten in het kader van de Caribbean Consortium for Research in Environmental and Occupational Health, welk een onderzoeksportfolio bevat. Binnen het onderzoek heeft Polsing Kunchbihari ook vastgesteld dat depressie een negatief effect heeft op de grove motorische ontwikkeling. En dan zie je ook dat hoge bloedlood een negatief effect heeft op de receptive communication. Dat betekent taalbegrip. En verder zie je, als je alle drie combineert, dat is de laatste kolom daar, dat ze alle drie een veel groter effect hebben, -0.74, een veel groter effect hebben op de fijne motoriek. Dat zijn de motoriek van je vingers, waarbij je vastgrijpt. Nou, conclusies, we weten al, we kunnen stellen dat eigenlijk dat sociaal-demografische factoren eigenlijk voorspellers zijn van stress in Suriname onder zwangere vrouwen, daarover praten we. We weten ook dat kinderen die nog niet geboren zijn, natuurlijk worden blootgesteld aan alle drie stressoren. Als je ziet dat 11% van de zwangere vrouwen, dat betekent 1 op de 10, hadden alle drie stressoren, dat wil zeggen dat 11% van de ongeboren kinderen worden blootgesteld aan een combinatie van deze drie stressoren. En in Paramaribo en Wanica worden er jaarlijks 8000 kinderen geboren ongeveer. Dus dat is een klein optelsommetje. Ongeveer 880 kinderen worden jaarlijks in Paramaribo en Wanica blootgesteld aan al deze drie stressoren. Met als gevolg verhoogde risico voor neurologische ontwikkelingsachterstanden. Het onderzoeksopleidingscomponent leidt ertoe dat 7 Surinaamse gezondheidswerkers een doctoraat zullen behalen. Promovendus Polsing Kunchbihari is de derde van de 7 die deze mijlpaal heeft bereikt.